Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland. Welkom bij de Pod podcast voor de Flevolandse ondernemer die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie. En aangeschoven vandaag is Dylan Reed, oprichter en CEO van g -Tech. Onze andere gast was last minute helaas verhinderd. Maar desalniettemin, fijn dat je er bent, Dylan. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Ja, leuk. We gaan het zo natuurlijk even hebben over wat jij allemaal doet. Maar we beginnen het programma altijd even met wat de gast is opgevallen als het gaat om ondernemerschap in de afgelopen periode. Nou, ja. nu ben jij 23 jaar en ondernemend. Dus begon het los. Ja, uh, het moet allemaal duurzamer hè? Dat is een beetje wat, uh, wat, uh, wat wij zien, um, waar wij mee bezig zijn bij, bij ons bedrijf, in ieder geval bij, bij mijn bedrijf, bij het merk. En het moet allemaal duurzamer, dus wij hebben de verpakking, uh, ja, klanten kunnen kiezen of ze een gerecycled uh, maar ja, verpakking willen hebben. Het kan zijn dat je doosje dan ietsje ingedeukt is. Maar ja, want ja, jullie zitten, dat kunnen we wel vast even noemen, hè, in de sportkledij, uh, zal ja, ik maar zeggen. Ja, klopt, klopt. Ja. Maar dan heb je nogal veel soorten verpakkingen. Hè? Want je hebt een papieren doos, neem ik aan waar jullie mee werken. Ja, we werken met papieren doos, die is sowieso gerecycled. Uh, maar wij werken natuurlijk nog wel met plastic verpakking die om de kleding zit. Nou hebben wij daar uh, hebben we ook opgezegd: recycle me please. En we geven op TikTok uh, en op onze social media kan je volgen hoe, we dan, ja, hoe je die zakjes kan ja, recyclen. Je? Uh, het kan van alles zijn, uh, kunnen gewoon van die diepvrieszakjes worden. Dus uh, ja, daar hebben we best wel over nagedacht. Uh. Oh, dat ja, duurzaam, grappig. Ja. Maar goed, dit is even dat, he, de, je eigen onderneming. Maar als ja. je even kijkt naar ondernemers in het algemeen, bedoel, zeg je dan nou, ik zie in ondernemersland, zie ik gewoon een aantal nou ja, trends of bepaalde dingen waarvan je zegt van hé, hey, dat vind ik toch wel een beetje opvallend de laatste tijd? Ja, ja het is sowieso, wat ik zei, de, iedereen speelt in één keer in op, op, op duurzaamheid, terwijl dat iets is wat je altijd moet doen. Um, ik denk dat social media ook in één keer booming is, is geworden. Um, dus dat zijn wel dingen waar, waar, we, waar we echt trends op, op, op zien. En, en waar iedereen in één keer in zit en, en echt booming is. Um, dus ja, dat, dat zien we vooral. Ja, ja. en uh, eigenlijk zeg je gewoon uh, dat de greenwashing moet gewoon lekker uh, duurzaam worden. Want dat is eigenlijk altijd de default. Ja. Oké. Okay. Hey, want jullie uh, zijn inderdaad actief, wat ik al zei, uh, als sportkledingmerk sinds een uh, paar jaar in Nederland, maar ook uh, in Amerika. Uh, want jullie hebben hier uh, je hoofdkantoor in Almere en je hebt een kantoor in uh, Dallas. Uh, daarbij ben je ook volgens mij betrokken bij de National Football League, als ik het goed gezien heb? Ja, we hebben best wat mooie partnerships lopen. Uh, we zijn aan uh, pilot gestart een aantal uh, maanden geleden om, om in Amerika. Uh, ja, uh, stappen te gaan zetten en te vestigen. Um, en dat is heel raar, want we zijn pas twee jaar oud als bedrijf. Maar uh, we, we werken onder andere samen met wat, met, wat mooie partijen. Uh, National Football League is een van de ambities die we hebben om echt een concrete partnership mee te, uh, te ontwikkelen. Maar we zitten wel al in de in top voetbal uh, divisions, om maar zo te zeggen. Dus okay. echt de top van de Amerikaanse voetbal zitten we al in, inderdaad. En maar in Nederland baseball. doe je dan ook uh, de top? Ja, ja, zeker. We hebben een mooie partnership met een uh, aantal eredivisieclubs lopen. Uh, team, uh, team NL, Team Kingdom of the Netherlands hebben we uh, onder andere Team Fries. Dus het zijn best wel mooie dingen uh, die we mee mogen maken. Ik zeg ook altijd dat we het mee mogen maken. Um, dat is gewoon Mooi. belangrijk. Ja. Hey, maar als sportkledingmerk wil ik toch eventjes weten, hè? want er zijn zoveel merken. Je hebt natuurlijk de bekende hè? De Nike Adidas in, ja. in deze wereld. Hè? Wat ga je dan doen om daar nog in op te vallen? Hoe, hoe kan dat? Ja, wij, wij zijn, wij refereren onszelf als de brand of the athletes. Wij zijn het topsportmerk van de wereld. Kijk, elk merk is een sportmerk, uh, alleen wij zijn puur gefocust op topsport. En zou je denken, dat doet ons concurrent ook, maar uh, daar is elk, elk item is heel breed opgezet. En bij ons is het is item echt ontwikkeld voor topatleten. Um, en dat maakt toch echt wel het verschil. Dat, dat, ja, we werken met een al atleten samen uit verschillende sporten. En die ontwikkelen elke collectie. Um, maar ook de partnerships die we hebben, bijvoorbeeld een Team Fries, een schaatsteam. En zij ontwikkelen compleet alles naar de wensen van de schaatsers. Uh, Oké, okay, ik vleden. dacht dat, dat uh, In de Armen dat ook deed. Uh, veel met topsporters werken. Dat ja, doet iedereen natuurlijk uiteindelijk. Ja. Maar, uh, maar goed, jullie zitten heel erg in die. Nou, in, de, in het premium stuk zal ik het ja. zeggen bovenin. En ja. dat gaat dan van kledij, ook, ook schoenen of alleen kledij? Nee, we doen kledij. We, zijn, uh, we doen ook herstelapparatuur. Dus dan moet je denken aan, aan lek en massageguns. Daar zijn we de enigste in. Op dit en wat moment. is dat? Uh, ja, dat zijn een soorten lek hebben we zelf ontwikkeld. Dat zijn een soort met vuilniszakken, ga je inzitten. En door compressie uh, herstellen je benen, komt de bloedcirculatie op gang. Dat is een booming business. Wauw, daar kun je een heel programma mee voeren, ja. uh, hoor ik al wel. <laughs> hey, maar e even als ondernemer, want je, met 23 ja. uh, jaar op de teller uh, ben je een, een jonge ondernemer. Ja. Waar lig jij wakker van als je ergens wakker van ligt als ondernemer? Uh, op dit moment is dat vooral van, 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 van bij ons dan transport. Uh, dat zijn dingen waar ik wakker van lig. Maar ook, ook van de dagelijkse dingen. Ik ben natuurlijk super jong, dus elke dag leer ik en, en ontwikkel ik mezelf. Maar jij staat wel als, als, als founder en ik ben een beetje in die CEO-rol uh, gerold, om maar zo te zeggen. Um, ja, je gaat je vestigen, je krijgt meerdere locaties. Dan rol je daarin. Maar uiteindelijk ben ik wel pas 23. En ik moet elke dag uh, uh, ja, ontwikkel ik mezelf. Dus dat zijn dingen waar ik wakker van lig. Van hey, ben ik wel goed genoeg, doe ik wel dingen goed. En natuurlijk van buitenaf hoor je heel veel positieve dingen. Maar dat zijn wel dingen waar je zelf wakker van kan liggen. Ja, uh. maar je, je noemde net als eerste eventjes uh, het, 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 zal ik maar zeggen, de supply chain eh, qua het vervoer. Maar wat is daar het issue? Um, wij zeggen altijd: we hebben geen eigen vliegtuig. Dat is een beetje. Nee, als je dat had, ja, dan, dan, uh, dan, dan zat je wellicht ergens hoog uh, ja, in. Uh... Ja, nee. De reden is: wij werken gewoon met partners samen op het gebied van transport om dingen vanuit onze fabriek hier naartoe te krijgen. En de levertijd bij ons is in principe nog wel super snel um, vergeleken met de concurrenten alleen. Ja, wij hebben bijvoorbeeld. Wel eens te maken met dat pakket een week ergens blijven liggen op een hub. En ja, dan of de douane of dat soort dingen. En dan ja, vertragen dingen gewoon met twee, drie weken. En als je, we zitten best op het strak tijdschema. Dus dat is best wel vervelend. Dat kan je wel wakker van liggen. Ja. Hey, en, en dan even wat je zojuist ook natuurlijk even uh, aanstipt, Is je moet het natuurlijk allemaal nou ja, nog leren. Maar dat geldt ook als je dertig bent en gaat ondernemen. Ja. Ja. Ga jij dan. Bij peers, bij collega's, bij misschien wel ondernemers die alweer eh, geresideerd ja. zijn, uh, checken van hoe heb je dat gedaan? Hoe pak je dat dan? Ja, ja ik heb altijd wel, ik vraag altijd alles. Dus ik heb, uh, ik heb wel altijd uh, uh, hashtag durf te vragen, om maar zo te zeggen. Um, is ook belangrijk, omdat uh, ik werk met heel veel verschillende partijen, uh, waar ik dingen aan vraag. Kijk, het kan zijn dat ik aan een aan een, aan een logistiek bedrijf vraag hoe zij dingen doen, uh, maar ook gewoon aan, aan ondernemers in, in een businessclub. In wat voor, wat voor dingen dan ook die ik ken uit mijn netwerk, daar ga ik toch even het gesprek mee aan. van... Hé, hoe zou jij dit doen? Hoe zou jij dat doen? Um, en dat, jij, dat doe je zowel in Nederland als in de VS? Of, of bij ja, in de VS hebben we, we hebben wel de massa dat, we uh, dat we daar echt wel met partners werken die al echt super lang bezig zijn. Ook met Nike hebben we gewerkt en al dat soort dingen. Dus daar leren we heel veel van. Maar we merken ook, um, wij zitten natuurlijk in de topsportwereld, zo'n hele tak apart. Maar daar kan je ook dingen vragen. En normaal liet er als je bij partijen binnenkomt en, zo, en je vraagt heel veel. Um, dan kan je nog wel eens afhoudend antwoord krijgen en, en daar is het gewoon open kaart in. Wat leuk. Ja. Als je het dan uh, hebt over leerzame momenten in jouw jonge carrière, om het ja. zo uh, te duiden. Wat is dan een van de dingen waarvan je zegt nou dat die, die fout ga ik niet nog een keer maken? Uh, meteen toen ik net zes maanden bezig was met G-Tech, toen hadden we een hele mooie grote deal. En toen had ik, ik had, uh, heel goed verkocht. Um, alleen we waren totaal nog niet klaar om, om die uh, hoeveelheid kleding in één keer te leveren. En, en daar ging alles wat mis kon gaan, ging mis. En ja, dan zit je in één keer. Dat was echt een heel groot bedrijf, internationaal bedrijf, waar we de kleding aan mochten leveren. En dan zit je daar in één keer als, als toen 21-jarige met, met vier directieleden die je ja, die in een hoek zitten drukken. Om, ja, je hebt allemaal fouten gemaakt. Alles ging fout wat fout kon gaan. Um, en en dus daar heb ik wel van geleerd van oké, okay, je moet echt. Ja, ready zijn om dingen aan te kunnen. Dus maar was het dan, uh, waar zat het dan in? Uh, het zat bijvoorbeeld erin dat uh, materialen uh, hadden we niet allemaal hetzelfde. Stel, eens, je moet uh, 300 t shirts hebben. Dan waren er 150 waren het in één materiaal, en 150 in een ander materiaal. En dat soort. Het zijn kleine dingen, maar het zijn grote, grote fouten die worden gemaakt. Um, en dat is gewoon als je niet klaar bent om, om dat aan te kunnen. Um, maar ja, dat, dat is een van de grootste dingen die ik heb geleerd. Meteen door te zeggen: van oké, okay, zet dingen uit handen. Uh, uh, vertrouw op jezelf. En. en dat soort dingen. Maar waar laat je het maken eigenlijk? Wij produceren in, uh, in, ja, in Hongkong. Oh, lekker om de hoek ook. Ja, heerlijk. Uh, daarom hebben we zo wel last van het transport. Ja. Nee, ja. maar ik bedoel, dat is ook een factor natuurlijk. Hè? Ja. Dat is, uh, maar goed. Maar als je dan... Uh, want dit, dit, er zijn heel veel kansen, ja. zoals ik jou ook uh, be beluister. Maar dan kan ik me ook voorstellen van... Ja, je hebt iedereen uh, gevraagd. Je weet hoe je het uh, gaat doen. Natuurlijk uh, uh, is het af en toe gewoon dat zeg, maar ja, het is eenzaam aan, uh, aan de ondernemerskant. Maar wat is dan de grootste bedreiging? Voor jou? Het zijn de grote merken, supply chain. Uh, het niet durven doen. Het bang, bang zijn van. Oh, wat als een, een Nike het gaat doen? Wat als Adidas ons plan afpakt? Ja, uh, wij, hebben, wij, hebben geen, wij hebben geen middelen. Wij hebben geen, inv ja, geen investeerders, helemaal niks erachter zit. Alles wat we hebben gedaan, doen we uit eigen zak. Dat is eigenlijk onze meeste bedreiging. Want we hebben geen funds om in één keer naar uh, bij wijze van spreken een AZ te gaan of een AX te gaan en zeggen: hier heb je x bedrag aan cash, en x bedrag aan gratis kleding. Wij willen zichtbaarheid. Wij willen gaan. Wij kunnen niet zomaar een winkel openen. Dus uh, als wij kansen zien, um, dan wegen we ze af. Maar we doen het wel. En of daar een heel groot risico aan vast zit, uh, ja, als het risico lager is dan wat wij denken als bedrijf, wat goed voor ons kan zijn, dan doen we het gewoon. En ik denk dat dat de stap is. Je moet niet bang zijn om een, om een keuze te maken. En je kan achteraf altijd denken: hm, had ik niet moeten doen. Maar als je bang bent van: oké, okay, als, wij, als wij niet die stap maken en dan doet een ander het wel. En dat is het meer. En dat is een beetje die, ja, die, die topsportmentaliteit die we, ja, die we als bedrijf echt hebben. Is gewoon gaan deuren intrappen en gewoon uh, rammen, om maar zo te zeggen. Hoeveel mensen heb je? Uh, we zijn nu met zeven man. Dus dat is een vrij klein team, verdeeld over twee locaties. Uh, mooi team, allemaal topsporters. Dus dat is uh, echt een mooie, uh, mooie samenhang. Heb je ook een uh, topsportverleden dan? Ja, ja, ik ben zelf nog naast dat ik bedrijf heb, heb ik, uh, speel ik nog professioneel merken voetbal. Um, zover ik dat nog kan doen met het bedrijf. Uh, en daar heb ik mooie dingen mogen meemaken. En altijd uh, hoog gespeeld. Dus uh, ja. Nice. Als je dan hier in de regio kijkt, of eigenlijk voor jou is de, de hele wereld een uh, jouw gebied. Maar als we even inzoomen, hier zo, nou zeg even Nederland. Ja. Waar liggen dan de grootste groeikanten? Ik denk door juist in Nederland samen te gaan, uh, gaan werken. Samen met, wij, wij zien heel veel kansen nu, vooral als je net met Nederlandse partijen gaat werken. Kijk, exporteren is leuk. Um, en als wij kijken naar, naar het buitenland, daar, daar, die maken makkelijke keuze. Maar ik denk dat je in Nederland, dat er zoveel vlakken zijn waarop je goed kan samenwerken met elkaar. Omdat Nederland is een handelsland van China. Daar zijn we bekend voor. En daar, dat merken wij elke keer dat we in Amerika zijn. Nederlanders zijn handen, handelaars. Dus uh, ja, drijf handel met elkaar en, en Doe dat gewoon en, en kijk, niet, ja, kijk niet verder dan, dan dat nodig is. Maar zoals bijvoorbeeld hier in de regio heb je natuurlijk Almere City. Ja. Uh, ja mooi. Jij beperkt. bent Almere. Ja. Lopen ze al in jullie kleding? Nee, dat is het Waarom dingetje. niet? Dat is, ja, dat is dus het, het dingetje is, uh, is vrij, vrij lastig. Het is vrij stug altijd. Uh, en dat merken we voornamelijk in de regio. is dat... Het is, iedereen kijkt heel breed, maar in Almere of in, in Flevoland zelf is zoveel kansen om, uh, om mee aan de slag te gaan. Weet je, we hebben het topsportcentrum hier in Almere, daar willen we wat mee doen met G-Tech. We willen met Almere City heel veel dingen doen. Um, het gesprek loopt nog wel overigens met Almere City en daar zitten echt wel veel potentiële dingen aan. Uh, er wordt een mooie gym geopend hier in Almere waar we een bijdrage aan hebben gedragen. Um, dus er zijn wel zoveel veel, veel kansen, maar ja, weet je, heel veel dingen gaan toch wel een beetje stug. En mensen kijken toch wat groter dan eigenlijk nodig is. Ja, maar je, wat, wat, wat doe jij dan? Want je hebt geen geld. Hè? Zoals uh, ja. ik noem wat een groot merk, die zou zeggen wij kopen uh, inderdaad onze plek. Ja, ja. Dus jullie uh, geven vooral kleding? Ja, het is een beetje, wij, wij hebben wel van, oké, okay, je kiest voor GTEC. En daar zit een heel verhaal achter waarom je voor GTEC kiest. En dat is echt de topsportmentaliteit, de visie die we hebben. Wat we doen, uh, we geven topsport een platform. En niet zozeer, kijk, als je voetballer bent, ben je niet alleen voetballer, je bent ook een mens daarnaast. Uh, en, en dat is eigenlijk wat we met GTEC willen doen. Meer uitstralen wat atleten zijn. En dat is waar heel veel partijen ook voor kiezen. Natuurlijk hebben we de flexibiliteit met het helemaal van A tot Z, je, je kleding samen kunnen stellen. Vanaf lage, lage aantallen. En dat, dat trekt veel mensen over de, over de streep. Maar voornamelijk het verhaal erachter, wat we willen doen, dat we veel breder zijn dan een kledingmerk alleen. Ja. Ja, want wat is het uh, brede verhaal in een uh, in nutshell? <laughs> we willen, uh, er, is veel, er is heel veel gaande. GTEC X, de community. Uh, we willen heel veel teruggeven. kijk Topsporters zijn, zijn rolmodellen. Um, en dat rolmodel willen we ook als merk zijn. We willen niet het grootste merk. We hebben nooit de ambitie gehad om een Nike te worden uh, of te zijn. Uh, we zijn wel de ambitie om heel topsport in de hele wereld aan te kleden en, en te voorzien van de beste producten. Maar dat draagt ook bij dat we ook lokaal aan de slag gaan en, en kijken naar okay, hey, waar is armoede. Uh, zoals laatst waren er een paar, uh, een paar kids die, die gewoon onder de armoedegrens leven. En, ja, die hebben we dan voorzien van hele nieuwe outfits. Dat soort dingen. Dus het is breder dan een merk. Er staat, staat heel veel dingen achter. Natuurlijk ook het gedeelte met de herstelapparatuur. Dus ja, veel dingen gaande. Want herstel? Heb je een ja. eigen, eigen atelier waar alles weer gemaakt wordt? Nee, maar herstel is echt het gedeelte uh, ja echte herstelproducten. We noemen het Recov, uh, Herstel, recovery in het, uh, in het Engels. En um, dat zijn echt waar we echt. Ja, we kunnen bij kleding kan je maar bijdragen aan performance tot een bepaald niveau. Je kan je iets aan laten trekken. Oh, herstel van je lijf bedoel juist, je? Wat je net ja, vertelde met die ja, dingen. Oké. Okay. Ja. Hey, dan even als je stel je voor dat jij één dag de baas van uh, ondernemend Flevoland mocht zijn. Ja. Nou, doe je er nog even bij naast alles wat je doet. <laughs> uh, wat, wat zou je dan uh, aanpakken? Of misschien zeg je, ja, ik vind dat allemaal prima. Nee, nee, ik zou dus inderdaad ja, gaan pushen, ga pushen onderling met elkaar. Gaan samen om de tafel zitten. En, en er is zoveel mogelijkheid hier in Flevoland alleen. Dat als jij samen... Er zijn zoveel grote bedrijven waar we niet van af weten. Die allemaal in Almere, Lelystad, Flevoland, maakt niet uit waar, gevestigd zitten. En als ik ja, directeur van ondernemers Flevoland zou zijn, zou ik zeggen... Van, jongens, koppen bij elkaar. We gaan even Flevoland even op de kaart zetten nu. Oké. Okay. Hey, heb je nog een uh, ondernemersles of lessen die je nog uh, zou willen delen voor zover nog niet uh, gedaan? Ja, ik denk dat dat gewoon is. Uh, vertrouw op jezelf en doe wat, doe wat goed voelt. Ja, dat is uh, Kruifiaans bijna, zou ja, ik zeggen. Het is Tot. wel het is de realiteit dat is hoe het werkt. Ja, mooi zo. Hey, hartelijk dank, uh, Dylan Reed, oprichter en CEO van G-Check, uh, voor het uh, prettige gesprek. En heel veel succes in uh, alle landen waar je nu bezig bent. Jij bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de site van Horizon Flevoland of de populaire audio- en videodiensten. Graag tot de volgende keer.